vind het leukste aan de opleiding dat het een hele brede opleiding is. Je werkt met heel veel mensen samen, wat je later ook in het werkveld natuurlijk tegenkomt. Maar je kan je ook heel specifiek met dingen bezighouden, zoals het 3D-printen, met het modelleren. Je kan je op heel veel dingen focussen, maar ook heel breed gaan werken. Ik heb voor engineering gekozen omdat ik hou heel erg van de natuur sinds ik klein was. Toen ik was op HAVO, heb ik een profielstuk gedaan over energie uit waterstof. En toen dacht ik van, dat zou een hele leuke richting zijn en dat zal me eigenlijk helpen om de natuur te beschermen. Ja, de eerste jaar is eigenlijk meer het bouwen van de basis. Gericht op het ontwikkelen van de leerling zelf. Om verder de tweede en de derde jaar, of vierde jaar af te kunnen maken. Bijvoorbeeld onderzoekvaardigheden, reportagevaardigheden. Hoe kan ik een rapport maken? In de opleiding maak je ook heel veel dingen zelf, zoals de 3D-printer achter mij. Dat is een van de projecten waar studenten mee bezig zijn. En dan krijg je die opdracht dus en dan wordt er eigenlijk verteld. Begin met een plan van aanpak. Dus begin met uitzoeken hoe je die opdracht gaat aanpakken. Ga vervolgens een planning maken, wanneer je dat gaat doen. Ga het onderling verdelen en begin eigenlijk maar gewoon. Dat hadden wij in blok 1. Hebben we een mooie robot gebouwd. Alles ging eigenlijk best wel vlot, ging best goed. Maar dan op het einde hebben wij bijvoorbeeld dat daar een motor op zat. Die het op het einde gewoon begaf. Ja, die moet dan opeens op de laatste dag snel vervangen worden. En dan komt dat ook aan bod. Hoe snel kun jij reageren op iets wat gebeurt en dat ter plekke meteen oplossen? Ja, iedereen heeft natuurlijk zo'n droombeeld. Dus voor mij lijkt het heel leuk om binnen de Formule 1 aan de gang te gaan. Qua materiaalkeuzes. En het lijkt me ook heel leuk om gewoon productdesign te gaan doen. Dus echt na te denken, oké, dit is iets wat een klant wil en hoe kunnen we daar komen? Ik wil eigenlijk een eigen bedrijf waar ik mijn eigen creativiteit kan uiten en product kan maken dat mensen wellicht ook willen kopen. Ik wil gewoon verandering maken.